Hey, lieve mensen, goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Eindelijk, na 2 weken, ga ik weer een nieuwe vlog plaatsen. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik heb er weer wat abonneetjes bij gekregen in de tussentijd en daar ben ik super dankbaar voor. De reden waarom ik niet gevlogd heb is omdat ik het super druk had. Nou, ik had nog geen 20 minuten de tijd om überhaupt iets te vloggen, dus het is er gewoon niet van gekomen. En ik wilde het even melden, maar toen dacht ik, nou, dat hoeft niet. Mijn kijkers weten vast wel dat ik weer terugkom. Dus dat. Maar goed, laten we beginnen. Als allereerst, Het is eerste paasdag en ja, dat betekent dat het Pasen is. Gezellig, lekker logisch ook. Maar goed, ik ga zo meteen even broodjes afpakken. Ik heb last van mijn stem. En dan gaan wij even lekker ontbijten, Robin en ik. En ik heb net even lekker koffie op, zoals gewoonlijk. En ja, daar heb ik echt van genoten. De zon schijnt. Het is mooi weer. Nou, wat wil je nog meer? We gaan er gewoon lekker van genieten. Ik ga straks even naar stal en dan ga ik eventjes, denk ik, eventjes met Fleur lopen. En misschien even de chatjes longeren. Maar dan moet ik even kijken. Maar ik neem jullie daar zeker in mee. Vinden jullie paardenvlogs nou leuk? Doe dan even een blauwe duim omhoog. En laat een reactie achter in mijn video, in deze video. En zet er even bij of je het leuk vindt of niet. En wat je leuk vindt om te zien met paarden. Lijkt me heel erg leuk en interessant. Dus ja, ik ben wel nieuwsgierig. Laat het even weten. Dan ga ik nog even een bakje koffie maken. Hallo, daar ben ik weer. En ik ga broodjes afbakken, want het is Pasen. En we hebben lekkere afbakbroodjes. Nou, moet ik heel eerlijk zeggen dat we nooit zo heel extreem veel aan Pasen doen, maar we dachten, we gaan lekker broodjes afbakken en we gaan het gewoon gezellig hebben vandaag. Dus ja, we gaan straks ook nog even naar de paardjes. Ja, zoals ik al eerder had verteld natuurlijk. En de kat staat voor de deur, dus die gaan we even binnen laten. Oh, mijn flits staat aan. Komt-ie? Hey! Sammy! Hey jongen! Ik ben blij om jou te zien. Heb je lekker gespeeld? Ja? Oké. Okay. Dat was dus Sam. En ja, ik ga eventjes de broodjes in de oven doen. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Nou, lieve mensen. Zoals jullie zien heb ik even lekker een douche genomen. En heb ik dit leuke zwarte shirt aan. Of ja, zwart. Er staat niks op, maar ik vind hem leuk. Ik zit een beetje raar. Deze leuke broek met een streep aan de zijkant. En echt, daar ben ik super blij mee. En Bas zit hier in een doos. En het ziet er heel schattig uit. Zo, kijk eens even. Robin komt met een grote fles oranje aan. En dit is best wel een leuk verhaal. Want de paarden, zeg maar, waar de paarden staan, zeg maar. Daar woont een hele lieve vrouw. Ze komt uit Canada en die had laatst iets besteld. Oranje zonder suiker in Canada. Dat waren zakjes poeder en die kun je dan oplossen met water. En dat is dit. En dit is volgens mij fruit of fruit punch of zo. Echt super lekker. En we hadden citroen, persik, aardbei, kiwi en fruit punch gehad van haar. Echt heel erg lief. Ja, en daar geniet ik nog steeds van. Dus ik ga even lekker een glaasje drinken nemen. Het wordt vandaag ook best wel weer warm. En vergeet allemaal niet te drinken met het weer. Want dat is natuurlijk super belangrijk. Ik ben best wel bruin geworden. Maar dat kun je niet zo goed zien op de camera. Maar het is echt waar. Goed bezig, schat. Goed bezig. Nou, lieve mensen van het goede leven. Even heel kort, want we zijn Enzo Knol aan het kijken. Ik zit hier aan een lekker bordje lasagne, Robin ook. Enzo Knol aan. Ik denk dat het een kort vlogje wordt. Maar ik zal zo nog even het stukje erin plaatsen dat ik Fleur aan het wassen ben. En oh, wat vond ze het fijn, want ze heeft zo snel genieten. En dan ga ik de vlog voor jullie bewerken en komt deze online. Maar ik ga eerst even mijn eten opeten.
Hallo. Goed zo. Goed zo. Oeh. Vind je het wel lekker, hè? Mm-hmm. Kom niet verder met de slang. Zo, de poortjes even wachten, meisje. Goedemorgen, lieve mensen. Het spijt me heel erg, maar ik ben gisteren dus vergeten de vlog af te sluiten. Maar ik denk, dan doe ik het mooi bij deze. Een hele fijne tweede paasdag gewenst iedereen. En ik hoop dat jullie het heel gezellig hebben met elkaar, met familie, met vrienden. En nou, met wie er dan ook bij jou in de buurt is. Ja, en dan zie ik jullie morgen waarschijnlijk gewoon weer bij een nieuwe vlog. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En nogmaals, mijn excuus dat ik 2 weken niks heb geüpload. Fijne dag. Vergeet zeker niet te abonneren. Doe een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe vlog. Doei!